kubieke kubieke oh, hoe zit het nou met die liters? We zetten naast elkaar een kubusje van 1 kubieke centimeter en een kubusje van 1 kubieke decimeter. De vraag is: hoe vaak het kubusje van 1 kubieke decimeter in de grotere kubus van 1 kubieke decimeter past? Omdat 1 decimeter even lang is als 10 centimeter, kunnen er dus 10 kubusjes naast elkaar. Ook kunnen er 10 achter elkaar. Dan hebben we er dus al 10 keer 10 is 100 op de bodem. Dan kunnen er ook nog 10 van die lagen bovenop elkaar. Dat is in totaal dus 1000 kubusjes. Nu weet je dus dat 1 kubieke decimeter gelijk is aan 1000 kubieke centimeter. Als je van kubieke decimeter naar kubieke centimeter wilt, dan moet je het getal dus keer 1000 doen. Wil je de andere kant op rekenen, dan deel je door 1000. Ook hier kunnen we het schema maken wat je al eerder hebt gezien bij lengte en oppervlakte, maar nu voor inhoud. Per stap naar rechts keer 1000 en per stap naar links delen door 1000. Eigenlijk kun je in het schema alles groter dan kubieke meter wel weglaten, aangezien dat zo groot is dat we dat eigenlijk nooit gebruiken. Kubieke meter is de grootste maat die we praktisch gezien gebruiken. Kubieke kilometer kan natuurlijk wel, maar dan heb je het al snel over de hoeveelheid water in een zee. Naast kubieke meters en kubieke decimeters is er ook nog een gebruikelijke maat voor inhoud, namelijk liters. 1 liter is precies 1 kubieke decimeter. Dus als je de inhoud in kubieke decimeters weet, dan weet je ook de inhoud in liters. Dat is namelijk precies hetzelfde. Een pak yoghurt is 1 liter en dus 1 kubieke decimeter. Als je een liter in 10 gelijke delen deelt, dan noem je één een zo'n deel een deciliter. Een glas water is ongeveer 2 deciliter. Zou je een deciliter in 10 gelijke delen delen, is 1 deel een centiliter, een honderdste van een liter. 1 eetlepel is ongeveer gelijk aan 1 centiliter. Deel je dat nog eens in 10 gelijke delen, dan krijg je een milliliter. En een milliliter is weer gelijk aan 1 kubieke centimeter. Een flinke druppel water is ongeveer een milliliter. Natuurlijk kan je het ook nog weer hebben over decaliter, ongeveer wat er in een emmer past, een hectoliter, de inhoud van een groot vat, of een kiloliter, dat is 1000 liter. Daar kan je ongeveer 3 badkuipen mee vullen. Het fijne is dat als je de inhoud in liters wilt weten, je er simpelweg voor kan zorgen dat je alle maten omzet naar decimeters. Want als je de inhoud in kubieke decimeters weet, dan weet je ook de inhoud in liters. Hetzelfde geldt voor milliliters. Wordt de inhoud in milliliters gevraagd, zorg dan dat je eerst alle maten omzet naar centimeters. Want als je de inhoud in kubieke centimeter weet, dan weet je ook de inhoud in milliliters. Als je het hele metriekenstelsel nog eens goed wilt bekijken, dan hebben we daar een poster voor gemaakt met de complete inhoud. Link vind je in de videobeschrijving. Je weet, ik dank je voor het kijken en neem zeker even de moeite om onze video's te liken en te delen. Graag tot de volgende keer.